En let op mensen, wat ik hier dus achter deze heuvel aantrof in de city. En ik kan je melden, het is niet niks. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. We zijn vandaag aangekomen mensen in de city, de plek waar we natuurlijk vaker zijn geweest, waar wij aanwezig waren toen dit hele gebouw in de fik stond. We zijn er in ieder geval vandaag weer. Het gebouw brandt namelijk inmiddels niet meer, maar er zijn wel een aantal andere rare dingen weer aan de hand in de city. Sinds de laatste keer dat ik hier ben geweest, ben ik ook niet meer in de city geweest. Voor de mensen die het niet weten, ik heb hier nog wel een plot zitten. Meerdere eigenlijk, in totaal 3. Dus de city heeft voor mij wel een bepaald iets dat ik denk van oei, ik moet het zo nu en dan wel even in de gaten houden. Vandaar dat we natuurlijk er dus vandaag ook zijn. Heb jij er dus zin in? Je kan natuurlijk altijd nog eens eventjes dat een mooie duimpje omhoog aanklikken. Dat vind je natuurlijk rechtsonder de video. Dus ben je niet ingelogd op YouTube, log even in, want dan kan dat. Deel vooral natuurlijk ook eventjes de video. En dan komt het in ieder geval wel goed als je nieuw bent. Je zou kunnen abonneren. En als je merch wil, er is nieuwe merch beschikbaar. Linkje in de beschrijving. Gebruik de code Duffy DEC, allemaal in hoofdletters, voor 13% korting. Oh, sell-out Duffy, wow. Mensen zijn dus hier in de city aangekomen. En nou is het zo dat dit gebouw is inmiddels uit. Dat is gewoon uit in de zin van het fik niet meer. Natuurlijk is er nog wel van dat kool en van dat spul. En er is nog wel wat TNT, maar dit is in ieder geval wel inmiddels weer safe. Maar toen zag ik wat anders en toen dacht ik, wait a second. Wat is dit dan? Ik liep hier dus naartoe. En ik zag hier al meteen, waar ik nu dus naartoe kijk, een soort van afgebrande bomen en heel veel grond wat omhoog was verplaatst. Dus ik denk van, je zou bijna denken dat hier met graafmachines dingen aan het uitgraven zijn, wat dan ook allemaal. Maar dat is het dus niet. En toen dacht ik van, wait, what is going on dan? Dus ik ging uiteindelijk er naartoe. En let op mensen, wat ik hier dus achter deze heuvel aantrof in de city. En ik kan je melden, het is niet niks. Dit. En nu vraag ik me af mensen, what the freaking hell is dit? We gaan er zo meteen naartoe, want ik wil weten wat dit is. Daar staat trouwens wel een hek. Ik ga even kijken of daar misschien iets bij staat. Eén ding weet ik zeker, het is geen explosief of wat dan ook allemaal, want ik zie daar een soort van staart zitten en dit moet denk ik ergens iets van een vleugel zijn geweest. Ik ga ervan uit dat dit een soort van neergestort vliegtuig is, een neergestort object is. Misschien iets met, I don't know, klinkt gek, maar aliens of wat dan ook allemaal. Het ziet er in ieder geval heel erg raar uit en we gaan het zo meteen van dichtbij bekijken, maar ik heb geen idee wat ik hiervan kan verwachten. Even kijken, wat staat hier? Kijk aan, het wordt altijd handig. Niet betreden gevaarlijk. Oké, het is dus niet betreden gevaarlijk, maar wat is er dan? Wat is er dan precies gevaarlijk aan dit hele gebeuren? Tuurlijk, ik snap, er is hier iets van een vliegtuig of een object is hier neergekomen en dat is gevaarlijk, of course, maar wat is er precies gevaarlijk aan? Want er is tegelijkertijd ook heel veel groen omgeflikkerd, heel veel bomen en blad en weet ik het allemaal. En dat nodigt natuurlijk wel uit om te gaan kijken, want dit waren enorme bomen. Ik heb zoiets van, ik wil dit soort dingen natuurlijk gewoon weten wat dit dan is, dus dan gaan we er ook maar gewoon heen, I guess. Ik heb geen idee hoe wat dan. Ik moet wel oppassen hier, want ik ga hier wel damage krijgen als ik daar niet oppas. Maar goed, we gaan eerst even hier bij dit water kijken. Want wat is dit in godsnaam? Is dit gewoon het riool? Ja, dit is volgens mij gewoon Maki zijn riool, right? Ja, maar kijk. Dat is gek. Er zit hier dus wel een riool, maar er zit hier glas voor. Dus je kan hier niet doorheen. Dat is wel enigszins gek, toch? Ik bedoel, een riool waar je niet verder doorheen kan of iets wat afgezet is met glas, dat zie je niet vaak. Dus ik heb geen idee hoe en wat allemaal. Maar goed, dat is in ieder geval dus hier. En het gekke dus ook is, mensen, wat mij dan meteen opvalt aan dit is, hier hebben we dit, maar daar zie je niet dat het doorloopt, right? Of wel? Even kijken. Nee, daar loopt geen riool verder. Daar loopt geen riool verder en daar ook niet. Dus dit riool, I don't know waar dit op aangesloten zou moeten zijn, maar het is nergens op aangesloten. Dat is één ding wat we zeker weten, maar goed. We gaan even verder kijken hier. Want wat de gekke meuk is dit allemaal in godsnaam. Ik moet nu wel beginnen op te passen, want dit krijg je dus damage van. En daarvoor gaat je kleding dus kapot. Dus ook als je zelf naartoe gaat, pas op. Het stond ook een bordje, gevaarlijk, niet betreden. Maar ja, iets wat niet betreedbaar is, dat moet Duffy wel betreden, kappa. Oh god. Oh, we zijn heel dichtbij zo'n warm blokkie. Heel dichtbij. Oké.
Hoppakee, there we go. Oké, eens even kijken. Weet je waar mij dit aan doet denken, mensen, waar ik nu sta? Dit doet mij denken aan... hoe heet die stad toch ook alweer? Industrial. Industrial was toen uiteindelijk een kerncentrale, volgens mij. Dat ging fout. Er was een ontploffingje geweest of iets. En er was heel de stad onder. Allemaal van dat groene spul wat hier dus zit. En... I don't know. Dat doet me dit een beetje aan denken. Gewoon hoe de area hier eruit ziet. En dan weet ik ook dat in Downtown natuurlijk aliens zijn geweest. Wat er kwam. Ze komen met groen spul en weet ik het allemaal. Is dit dan een ruimteschip van een alien? Au, oh damn. Zou dit een ruimteschip zijn van een alien? Ik bedoel, het klinkt misschien... klinkt misschien gek. Maar... What the hell is dit, joh? Oh, dit is... Oh, oké. Okay. Ik kan hier in ieder geval niet heel veel uithalen. Even kijken hoor. Kunnen we ergens naar binnen verder? Oké, er zitten hier dispensers. Maar dit zit dan denk ik wel iets van de... De uitlaat moeten zijn of iets, denk ik tenminste. En hier komt in ieder geval allemaal rook uit. Dus er is hier in ieder geval iets. En hierboven hebben we ook geen ingang. Het ziet er dus ook niet uit tegelijkertijd eigenlijk. Dat dit een soort van... Die indrukken? Ja, dan gaat dat omhoog, maar dat schiet ook niet meer op. Het ziet er dus niet uit dat dit ding bestuurd wordt door één iemand of zo. Dit ziet eruit dat dit misschien wordt wel op afstand bestuurd of zo. Misschien is daarom ook wel fout gegaan. Maar wat is dit in godsnaam? Want voor de mensen waarom ik denk dat dit iets van een vliegtuig is. Kijk, ik vind dit op een staart lijken. Dan zit zo'n vleugel van de staart, zeg maar. Dan heb je daar eens achter de engine. Dan denk ik dat dit hier... Dit oranje wat hier dus allemaal los is gekomen, kan natuurlijk van de zijkant zijn. Maar ik denk dat het misschien ook wel de vleugel, of een deel van de vleugel. Wat dus ook daar ook allemaal nog zit allemaal. Dus dat denk ik tenminste. En dat dit groene spul wat eruit loopt, I don't know. I don't freaking know. Maar dat is in ieder geval iets waarvan ik denk van, nou, dat kan dat wel eens even zijn. Alleen, waar is dit in godsnaam van? En hoe komt dit hier? En wie is hier weer verantwoordelijk voor? Want... Waarom ik dit boeiend en interessant vind, mensen, is meer om hetgene wat ik dus zei. Ik heb drie plots, ik weet niet of ik het überhaupt heb gezegd, maar ik heb drie plots in de city. Hè. Ik heb natuurlijk dus een eiland en ik heb een winkel en dan nog een plot. Die plots waren natuurlijk origineel allemaal van Dylan. Die staan nu op mijn naam, zodat ze in ieder geval bewaard blijven. Maar als ik dit hier zie, wat voor impact dit heeft, vraag ik me af van, yo... Is alles wel veilig voor de rest dan nog? Want er is mij verzekerd van, joh, weet je, gebeurt niks hier voor de rest. Het is allemaal goed en er is gewoon wat opstand en er is wat problemen met de gemeente. Ik vind dit inmiddels nu wel next level shit met de gemeente en wat er allemaal gebeurt. Want, wat de hel is dit? Ik weet ook niet hoe lang dit er al is. Misschien ligt dit er al heel eventjes. Ik heb geen idee, want je ziet natuurlijk nu inmiddels geen vuur meer. En je ziet natuurlijk ook niet meer bij dat gebouw. Maar de laatste keer dat ik bij het gebouw was, was dit er nog niet 100% zeker. En ik weet ook niet of hier huizen stonden of niet. Of was dit een park of zo? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat dit gewoon een park was. Dat zou het wel eens kunnen zijn. Misschien was dit wel gewoon een park. En is het daarom minder erg, maar tegelijkertijd wel crazy om zo maar te zeggen. Want volgens mij als ik hierboven ga kijken, is voor de rest niks qua, I don't know, gekkigheid of zo. Want, en dat is ook hetgeen. Ik zie ook nergens hier ergens anders voor mij dat groene spul in de city. Of het moet ergens wel gedropt zijn dat het er wel zit, maar... Oh. Wait a second. Dit is ook helemaal naar de vernietiging. Wat is dit dan? Och jeetje. Zou dit er misschien dan mee te maken hebben? Misschien heeft het dit geraakt en dan daar naartoe. Maar alleen dat ligt... Wow, what the hell is dit dan weer? Even kijken hoor. In ieder geval uitgebrand. Dat is één ding wat zeker is. Maar, yo, wat dit in godsnaam is, ik kan dit ook niet thuis brengen. Oh, wait a second. Ik denk, maar misschien bouw? Dat dit misschien het bouwbedrijf zou zijn van de city? En doordat het bouwbedrijf natuurlijk dan plat ligt, kunnen ze ook geen nieuwe dingen opbouwen en zo allemaal. En ook alles wat dus dan kapot is, kunnen ze daar ook niks... mee doen of zo? Ja, ik zeg maar wat, mensen. Ik heb geen idee. Maar dit is in ieder geval ook kapot. En ik weet dus ook niet of hier iets is gebeurd qua... hoe dit vlam heeft weten te vatten. Maar het is in ieder geval helemaal afgebrand. En... Wat is dat? Is dat een helikopter of zo?
Geen idee. Ik denk dat er nog meer in de city is wat ik misschien nog niet heb gezien. Dus ik denk dat ik nog maar eens even ga rondlopen in de city om te kijken of ik nog iets geks kan vinden. Als iemand van jullie weet wat hier in godsnaam is gebeurd en je zou mij die informatie met mij willen delen, dan lees ik graag de reacties natuurlijk erover, want ik heb geen idee. En dan zullen wij het wel gaan zien, denk ik. Want ik neem aan dat misschien jullie de kijkers wat meer wat weten wat dit in godsnaam is en wat hier het verhaal achter is. Daar ben ik erg benieuwd naar. Want dat wil ik zo mensen. Het is niet niks wat hier is gebeurd. Voor nu mensen, allemaal. Enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe dan even lekker dat duimpje omhoog gaan klikken. Als je natuurlijk nieuw bent, abonneer, welkom. En mensen, tot morgen.